Zijn er niet dingen waarover u eigenlijk helemaal niet wil praten? Of, tuurlijk, zeker. Voor in dat boek. Ja. Ja? Maar tuurlijk. Wilt u met papa daarover praten? Wat zijn dan dingen die u helemaal niet... Nog niet genoemd hebt. Ja. Nee, maar wat zou u absoluut liever niet in het boek willen hebben? Heel wat. Ja? Ik moet even nadenken wat. Een hele reeks. Nou. In de verhouding met de mooie dingen, het is maar weinig. Ja. Maar een compleet beeld van iemand moet natuurlijk de mooie en de lelijke dingen beschrijven. Anders moet dan, je wel van achter. Anders dan wordt het niet geloofwaardig. Ik moet even wat drinken. Ja. Mag ik? Ja. Jij ook dan? Lekker. Ja. My film, A Family Affair, my documentary is a very personal documentary about my own family. And to be more precise, it's a film about my own grandmother, Marianne, who used to be a myth all during my youth because she was living on the other side of the planet. But always, there was always something going on with her. Ik groeide op denkende dat mijn vader geen ouders had. Totdat hij over haar begon te praten. In a way, my film tries to find an answer to who is she? Who is she really? And what is happening in my family? Hij begon videobrieven te maken voor zijn moeder. Van mijn oom René. En mijn veel jongere tante Madeleine. Zou ik René even halen? Kan ik op commando iets zeggen? Nou, zeg maar Len. Nee, dat is ook heel moeilijk. Ja, ja. Many families have this way of almost playing as if they're a happy family, but there's all these things in the shadow that are kept out of sight. And I think I've managed to pull a little bit of that mask, of that facade off. I've seen a little bit of it. But I think there's still a lot of mystery. Voor je eigen welbevinden moet jij gewoon voor jezelf niet de fout maken die ik gemaakt heb. Zo van, nou, we komen wel ergens tot elkaar of zo. Want voordat je het weet, word je er ook in geluisterd. Dus maak die fout. The moment when my father decides to cut all ties and to stop writing the biography. The next step was grandma inviting me, and this was the first time I visited her alone, by myself, as a grown-up man. Kunt u zonder spiegels? Zou u zonder spiegels kunnen? Nee. Ik heb ook wat, heel wat in dit huis. Had ik maar zonder jou, geen antwoord. I will only achieve some insight into her or some understanding, also with the audience, for her, when I go, you know, even if it's painful, I have to go through it. And that's why it took me so long. It took me 5 years to get there. It wasn't just, you know, hanging around. No, it was like a fight in a way, you know, a fight. Je gaat me de hele tijd interviewen, hè? Ja. Je gaat mijn innerste blootleggen. Helemaal. Midden in die dierentuin. In die natuur. Klaar? Vreemd. Heel erg nader. Ik had het nooit en nooit verwacht dat ik zo... verliefd ben.
Dit is stupid. Wat zeg jij daar nou van? Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Huh? Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het komt ook als een verrassing. Ja. Oh, she took me from behind the camera. She pulled me into the film. Ik mag het niet, het is verkeerd. Maar het is een feit. I started thinking, like, okay, but if this is serious, if this love of her is serious, and she can't, and she doesn't want to see me as her relative, as her family, blood-related family member, what does this tell me about how she experiences all these other relations in the family? Goed, ik ga even. Ja, even de rest. Gewoon een rondje maar. When she came over, when we, you know, we had the reunion, it was theater. It was a theater play. Every one of us felt so awkward in that day, and still, from the outside, it looks like a family with nothing really, no real problems, nothing going on, but it felt like it's a theater show. So, like the love confession, the first love confession happened when the camera was there, was filming. Wasn't before, wasn't after, it was at that moment. This breaking scene, you know, this sensitive scene, this emotional scene, happened with the camera being there. So, you know, thinking back, analyzing these scenes, you could think that this was part of her whole plan, that she was actually directing this film, and I was just an instrument. Ik maak deze film omdat er heel veel dingen altijd zijn verzwegen. Gezwegen? Gezwegen. Over alle pijnlijke dingen wordt altijd gezwegen. Hoe dat bedoel je? Dat weet je openbaar. Niks wordt besproken. Het is altijd alsof alles goed is, terwijl er eigenlijk enorm veel verdriet is. Is het? En iedereen doet maar alsof. I see. Ik ook. Ja. Nee. Het is altijd uiterlijk. Ah, niet bij mij. Ik wil weten wat er aan de hand is. Dit is jouw probleem. Ja. Niet mijne. Nee, ik wil de waarheid. Waarheid is personeel. Waarheid is... Er bestaat geen echte waarheid. Aha. Forget it. Jij komt nooit achter. Impossible. Al probeer je.